Vandaag gaan we leren werken met alinea-stijlen of paragraph-styles in het Engels. In Word ken je het waarschijnlijk wel. Je hebt een bepaalde tekst. En je kiest daarvoor uit je stijlen kop 1. Dan krijgt hij een bepaalde opmaak. Of standaard krijgt hij een bepaalde opmaak, etc. Nou, hetzelfde, het werkt met paragraph-stijlen of alinea-stijlen. Kun je ook in InDesign doen, maar de opmaakmogelijkheden zijn enorm groot. We gaan vandaag werken met een template en daarin staan al een aantal afbeeldingen geplaatst. Ook al met tekst omloop, dus daar hoef je eigenlijk niks aan te veranderen. We gaan eerst de tekst plaatsen met bestand en dan plaatsen of Command of Ctrl D. Als je de Shift ingedrukt houdt en je klikt in de eerste kolom waar de tekst moet komen, maakt hij automatisch gekoppelde tekstvlakken. En je ziet hier dat hij hier ophoudt, maar uiteindelijk maken we de tekst groter en dan komt het wel goed. Nou, in dit bestand zijn de alinea-stijlen voor jullie al gemaakt. We gaan straks wel wat even naar kijken, maar je hoeft het nog niet zelf te doen. Je hebt wel het venster nodig van alinea-stijlen en dat zit bij Window, Venster en dan Stijlen of Styles, en dan Paragraph Styles of alinea-stijlen. Nou, wat je dan nu ziet, je kan hem ook hier neerzetten, is dat er al een heleboel alinea-stijlen voor ons zijn gemaakt. Dus dat hoeven we niet te doen. Als ik even iets inzoom, dan zul je zien dat er ook wat aanwijzingen bij staan. Dus de tekst staat erin en in het rood staat wat voor alinea het is. Dus in plaats van alleen kop 1, 2, 3 zoals in Word, hebben we hier eigenlijk allerlei verschillende stijlen. En broodtekst is wat de grootste stukken moet zijn. En wat we eigenlijk zien, dit is een interview, dus er staan steeds vragen. Die hebben ook een bepaalde stijl, tussenkopvragen. En dan het antwoord is steeds broodtekst. We beginnen even bij het begin. Het eerste stukje, en je hoeft niet helemaal te selecteren, maar je moet gewoon ergens in de alinea gaan staan, is de kop. Als ik nu de kop aanklik, dan krijg je een behoorlijk grote kop. En je mag gelijk dit weggooien. Overigens, wat je hier ziet, dit zijn de verborgen tekens. En dat is in dit geval handig, want dit is namelijk een enter. En dan weet je dat je bij de volgende alinea bent. Dus als je dat uit wil zetten, dan ga je naar tekst en dan kan je helemaal onderop, of type, de verborgen tekens verbergen, maar voor nu is het echt wel handig om ze even aan te laten staan. Want iedere keer als je dus dit tekentje tegenkomt, ben je bij de volgende alinea moet er weer iets met de stijlen gebeuren. Nou, de subkop, die staat hier ook tussen. Subkop, dus ook die staat ergens in die alinea. En dan mag je dit weer weggooien, inclusief de enter, zodat het niet een enorm groot stuk wordt. De auteurs hebben ook een eigen opmaak. En nogmaals, de rode tekst die geeft alleen maar aanwijzingen. Die staat er niet steeds in. De introtekst heeft ook een eigen opmaak. En de introtekst zelf mag ook weg. Oh, hier moet wel een enter komen. En nu komt eigenlijk de gewone grote tekst. Dus het zijn af en toe hoofdstukjes, maar vooral zijn het vragen. Die eindigen ook over het algemeen met een vraagteken. Dus dan weet je ook, hey, dit is een tussenkop vragen. Hier staat het nog bij, maar straks niet steeds. Nou komt het antwoord, dat is steeds broodtekst. Dus dat is deze. Wat je ook ziet gebeuren, en dat ga ik straks even laten zien, is dat deze teksten springen automatisch op het basislijnraster. Dus dat ook zit dat al in deze alinea-stijl. En ik ga het gewoon even laten zien. Ik dubbelklik even op broodtekst bijvoorbeeld. En hier zie je alle opties voor de opmaak. Nou, eerst is de naam van de stijl. Dan is de standaardtekenopmaak eigenlijk de belangrijkste. Namelijk welke lettertype wil je hem regular, dus gewoon of vet, bold of italic, de grootte en de regelafstand. Je kan ook nog spatseren. Maar dit is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar er zit nog veel meer. Je kan hier zeggen welke taal dat is. Dat is al belangrijk. Als je bijvoorbeeld met afbreking gaat die anders mis. Je kan tekst laten inspringen. Bijvoorbeeld als je de eerste regel steeds iets wil laten inspringen. Dat staat hier op 3. Wat er dan gebeurt is dat hier steeds een wit ruimte is bij het begin van de alinea. En hier staat uitlijnen op raster. Dus op deze manier komt hij op het basislijnraster terecht. Je kan ook ruimte geven na een alinea. Je hebt hier nog een ontzettende lijst met allerlei opmaak. Die gaan we niet allemaal gebruiken, maar bijvoorbeeld woordafbreking moet je het wel of niet afbreken. En dat kun je ook precies aangeven dat je bijvoorbeeld niet te veel, dat je niet te kleine woorden wil afbreken en dat er niet te veel achter elkaar staan. Uitvulling. Nou, dit zijn allemaal heel ingewikkelde. Als je een bepaalde opsommingslijst hebt, kun je aangeven wat voor opsommingsteken. De tekenkleur, dus deze tekst wordt zwart. Maar je zult zien dat we straks bepaalde tekst ook een kleur kunnen geven op deze plek. En het mooie is, wat je hier aanpast,
alle broodtekst wordt automatisch aangepast. Maar voor zover zijn we nog niet, want we hebben nog niet alle broodtekst gezegd. Jij bent broodtekst. Dus voor nu was het even om te zien hoe het eruit ziet. Nou, je moet het hele document door. Dus hier zie je weer een vraag staan. En hier is weer het entertainmentje. Dus dit is weer een tussenkop vragen. Dan komt er weer een broodtekst. Dus wat je ook kunt zien bij mij, je hoeft niet heel je alinea te selecteren. Als je er maar ergens in gaat staan met je muis en je klikt bij stijlen de goede stijl aan, dan pakt hij hem al op. Zo ga je de hele tekst door. Hier is weer een vraag. Dan komt weer een broodtekst. Nou, dat ga ik niet helemaal doen, maar wat ik even wil laten zien. Oké, dit is een groot stuk broodtekst. Ik zal hem eentje uitzoomen. Je ziet heel makkelijk, omdat het een heel ander lettertype is, dat je het goed aan het doen bent. Hier staat weer een aanwijzing, dus die moet weer weg zo. Maar organisatie, alleen dat woord, dat is een hoofdstuk. Dus dit stukje mag je weer even weghalen. En dan komt weer een vraag, et cetera. Nou, dit zijn ook ergens citaten. Dus daar ga ik nu eventjes naartoe. Het belangrijkste is om eerst even alles helemaal af te maken. En dat ga ik niet helemaal in dit filmpje laten zien, want jullie snappen het idee nu. Loop gewoon alle teksten door. En op het moment dat je de rode tekst tegenkomt, dan zie je van, hey, dit is even iets anders, dus een citaat. Klik je citaat aan, hey, daar gaat ook iets anders mee gebeuren. Dan mag je dit weer wegklikken. En hier zit voor weer een hoofdstuk, dat is alleen dit woord. Dus zo loop je even de hele tekst door om te beginnen.